Ja, en de Jong van Mechelen in de Eredivisie. De Eredivisie, ja. Ja. Wat vind je daarvan? Dat vind ik heel fijn. Ja? Ja, want je hebt goed gespeeld nu de afgelopen zondag. Ja. Het is de ergste wedstrijd ooit geweest. Ik ga gelachen en gekrijsje en geschreeuwd en alles in een wedstrijd. Voor waanzinnig, voor waanzinnig. Daar is hij dan. En daar is Van Hiefte. En daar is de goal voor Roda JC. Daar is de goal. En ja, dat wordt eigenlijk heel toch positief gevuld naar de eerste wedstrijd. Want we verliezen wel met 1-0. Maar wordt ook gevuld naar de groep van, dit valt toch wel uit te halen dan Breda. En je ziet het spel ook, wie voorheen gespeeld houden. We worden eigenlijk ook meteen met de groep bij gekomen naar de wedstrijd. En dat gun voor dan even in Breda gun te halen. Dus dat gevoel leefde wel echt enorm. Wie heeft zich dat ervaren door in zo'n beladen wedstrijd, zeg maar. Hè? Als ik het commentaar van de fans hoor, die wat ook kort op de lijn gezeten hebben, poeh, die hebben zich rustig aan ingeroepen. Ja, ik stond er met de Renko, rand van het veld. Ja, het was geweldig. Het was echt, alles gebeurde eigenlijk voor ons naast. Het enige wat jammer is, ja, we mochten niet echt reageren. Dus ja, voor zo te echt op een stoel, zo het voor echt. Ja, volgens mij houden we niet willen zien wie voor erbij is. Want de stewards komen nou, ze hadden we moeten ons rustig houden. Ja. Ja, dan is ook er tussen gestangen. Ik stond op punt om met het veld op te springen. Ja. Oké, zegt de steward. Je kunt geen op de hoofd willen op een veld. Ik dacht, doe maar op een veld. Ja, dan ben je heel dicht op mij geweest, hè? Dus ik met mijn rode was toen op een veld. Ja. En ik kom nu vandaag voor je op een veld zitten. Oh. En die is een gehandicapte dus. Ja. Nee, ik dacht, oh shit. Oei. Dus ja, ik ben klaar. Ik was zo erg in de spanning. Ik dacht echt van... Heb je wel heel hard durven schreeuwen toen de 2-1 viel? Ik ga me eerst moeten inhouden. Ja? Ik ga me eigenlijk eerst moeten inhouden. Ja. En dit? Ja, ik ga toch wel flink feest gevierd hoor. Ja, want de laatste 5 minuten van mijn scoorste die weer beslissende geworden. Ja, en die ontlading dan, die euforie, ja, dat is geweldig. Als ze dan daar in de dugout zit en dan zie je Tom dan die goal maken, wat gebeurt dan met zich? Ja, dan werd het toch wel, ja. We beseffen niet meteen dat het eigenlijk de beslissende goal kan zijn, hè. Maar ja, dan merk je wel dat het heel kort bij komt en zo vind ik het te spelen. Ja, de ontlading natuurlijk ook, hè, want Kia kunt een beetje ongelukkig op 1-1. Ja, dan mogen Lieve Mechelen nog trots op zijn. Ja, dat is te hopen. Ja. Dat mogen ze zeker. Ja. Behalve het Europees. Ja. Maar dat kun je niet gauw horen. Nee. Wat ik zo huur van de supporters, die vinden het toch fijn wens zich eigenlijk kunnen identificeren met de club. En dan een jongen zoekt de eigen regio gaan spelen. En dan zou ik ook eens ja, ik kom liever kijken dan ben ik een jongen van hij speelt, dan voor jou iets anders halen. Ja. Dat ze ook dan sneller komen kijken en dan ook dan. En dadelijk in de Eredivisie, daar heb je al op het veld een paar clubs ervan metgemaakt, hè? Wie in Eindhoven, je PSV Werk heb ze metgedaan. PSV, hè? Ja, voorbereiding Willem II, Excelsior, ja. Bespeld. Ja, dat is het niveau wat zich was te zien natuurlijk. Tuurlijk. Het is een ander niveau, of ja, niveau dan de Super League, maar ook weer anders gespeeld. Ja. Dus dan, natuurlijk. Ik hoop dat ik me kan laten bewijzen vond je in de Eredivisie. Heb je zelf het gevoel dat ze in de Eredivisie meer aan voetbal in de toekomst dan in de Super League? Ja, dat gevoel had ik wel. Joh. De Super League is toch eigenlijk fysiek heel veel. En dan speelt ze ook heel veel 1-op-1 over het ganse veld. Dat is moeilijk voor een verwoorder door de kloppen ploeg. Dus dan moet je verder spel maken, is het toch moeilijker. Vond je dat ze ook wel eens kunnen inzakken. En dan, dat zal ons meer leren, denk ik. En dan kan ze ook makkelijker aan het voetballen toekomen. Ja.